Wel maak ik hier even goudkleur. En ook nog even een ander trucje. Ik zet hem op deze manier op. Even een paar slagen naar achter toe en weer terug. Dan kom ik hier met het gouden. Ik ga naar achter. Ik laat dit zo staan. Nu kom je naar voren. Dus kun je afsnijden. En nu pak ik dit hier overheen. En bind het op die manier vast. Daarmee voorkom ik dat mijn tinsel naar achter af kan weg gaan lopen. Nou, we hebben iets van staartmateriaal nodig. Je ziet, in de Tempeldork heb je iets meer materiaal nodig dan die andere vier. Oh, je hebt een goede job, man. Als je echt wil lachen, moet je een keer bij me thuis komen werken. Als er arriveert, bijvoorbeeld, nieuw haarmateriaal. Staartmateriaal in dit geval synthetisch. Er zitten verschillende typen synthetisch materiaal hier wel tussen. We zullen zo meteen wel ronddelen. Qua inbinden. Onderdoor gaan, halverwege. Die kant iets langer laten, want dan maak je een paar slagen daar naartoe. Omvouwen. En is het. Nou, wil je dit mooi hebben, schaartje onder een hoek en iets wat tapering erin maken. Anders wordt zeker kunststof wel heel erg steriel. He, dus we krijgen, in het midden zitten lange fibers, aan de zijkant zitten wat korte. Hier zit een knopje voor je tape. Om toch nog wat klassiek uit te laten zien. Zullen we vanochtend met dat zandpietje maken. Dan kunnen we daar een fibertje in zetten. Vastzetten. En we gaan draaien. Dus die gladde kam met het kantje naar voren toe. En net had ik hem andersom, dan loopt hij echt niet goed naar elkaar toe. Slag al 4, 5, 6. Dan slaan we overheen, kun je hem aftrekken. En zit vast. Dan een ribbingsmateriaaltje. Bijvoorbeeld goudkleurig, maar dat mag. Dat is misschien van deze zo meteen wel mooier. Of zilverkleurig of haal tinsel. Die zet ik nu daar achterin. En die heb ik straks nodig om de hekkel weer vast te zetten. Ja, dat is ook die Tempeldork manier van hekkelen. Dat je met de retourwikkeling het materiaal vastzet. Hier ga ik er wel net af. En daar zet ik het materiaal vast. Dan hadden we hier ook bedacht dat het blauw zou gaan worden. Bodymateriaal, of in ieder geval de helft van het bodymateriaal erin. En ik wil ongeveer tot hier toe het lijfje maken, tot net over die verbinding. Want ik had, als het goed hier is, nog een zakje dubbel neer. Gegooid. Lag op tafel. Ja, het lag op tafel. Je hebt het in die andere zak, dus dat die nog luider is. Het achtste gedeelte van het lijfje, het is een half om, half om, maak ik weer blauwe rommel. Ik kan het hele stuk doen. Het voorste zetten we in de dub. Nou,
Dat hebben weten jullie wel, hè? Gewoon. Dat je uit elkaar trekken, net zoals je. Check uit elkaar trekt. En hier ook, hè? Ja, dat is echt een probleem. Ik snap ook niet dat de mensen niet gaan roken. Ik heb niet kan, dat bedrijf het lang. Toep je apen hoor. Nee, dat gaat niet. Maar maak je ook weer, hè? Net zoals met die Ali Schimp, zo'n traditionele tweekleurige body. Ach, dat is gewoon weer de leut. Eindeloos variëren. Maar het is wel aardig om die overgang van dunne, dikke tube even op die manier te doen. Neem een hekkel. Daar liggen er twee. Dan moet je als eerste even die gebruiken met de dunste fibers. Of de kortste fibers, deze. Die zetten we hiervoor vast. Exact dezelfde manier als. Dus even een paar slagen dubbel. Die trek je rechtop. Knip je af, je laat gewoon een paar millimeter staan. En dat is handig, want dan kun je die eerste hier zo gelijk onderdoor draaien en zit alles vast. 1, 2 slagen hier en dan de rest hekkelen we zo naar achter toe. Tot hier. Dan pakken we dit over. Kijk, zie je wel, Rien? Ze schieten allemaal los. Die, Moet je beter handdruk maken. Jij moet er wat meer gaan binden. Maar kom even naar Rien. Alleen ik heb er niet de appel over. Hè? Maar dat heb je ook al. Dus de naald in de gaten te houden dat die vat bij zit. Eén complete slag rechts overheen. En nu zou ik zeker even de naald vasthouden. Even iets aanzetten. En vervolgens loop je met die ring door de vlieger heen zo naar voren. Zodat je hier bent. Wikkelingen erop. Hier af, punt van schaartje. 2-3 mm laten zitten van die hekkel. Even iets aanzetten. Kijk, dan zit je daar een klein puntje zitten. Dan vindt niemand terug. We finishen. Druppeltje secondenwijn is nu aan te bevelen. Ik gebruik gewoon lak. En je kunt nu ook je dubbing wat uitkammen. Dan kun je gewoon dwars over alles heen. De hekkels kunnen er echt wel tegen. Als ze hier tenminste niet tegen kunnen, kunnen ze al helemaal niet tegen mijn speekassen. En dus heb ik er niks aan. Dan neem ik mijn koon, die zet ik hier op. Op die manier. Waarom niet voorop? Hier heb ik zo meteen het gewicht van het rig en dit. Ik wil een vlieg hebben die recht in het water ligt. Mijn koon maakt de vlieg topzwaar. Die ze gaat duiken, die duik je tussen stenen. Die duik je overal heen waar je niet hebben wil. Dus je hebt nooit de koon voorop zitten? Zelden. Hadden we ook nog kleurtjes? Kleurtjes ook. Raccoon. En we hebben hier... Fox. Nou. We hebben geen hele staart bij ons, wel een aantal stukken van een staart. Het grote probleem is voor lui die beginnen met temple dogs maken, is dat je hebt nogal een collectie haar nodig. Want ik kan haar hebben, dat ziet er zo uit. En ik kan haar hebben, dat ziet er zo lang uit. En hier kan ik heel wat anders mee maken dan met dat hele korte vreumel stukje. Ja? Maar overal in de vlieg. En onderin beginnen we vrij kort met vrij dik haar. En bovenin willen we lang dun haar hebben. Dus je hebt verschillende stukjes staart nodig. Ook verschillende diktes materiaal. Nou, maken we weer een paar kleurtjes. Dit is veel te veel materiaal voor de onderste. Alhoewel je wel de dikste bos onderin brengt. Maar dit haal ik ongeveer in het midden. Dan pak ik het bij de puntjes. Dan pak ik een schaar, een
ga ik er even een paar keer zo doorheen. Om dat onderbond er tussenuit te halen. Dat kun je ook met allerlei kammetjes doen. Helemaal niet nodig. Als ik het nu in zou binden, heb ik vrij rechte, steriele vleugel. Dat is niet mooi. Dus wat doe ik? Ik pak hem in de midden vast. En pak die middelste fibers vast en die trek ik naar boven. Zodat ik ook hier en hier weer een hoekje heb. Nou rol ik dat allemaal bij elkaar. En zoek hier waar hier het eindje zit van de langste fiber. Zit ongeveer hier. De rest is namelijk naar boven toe. En dit knippen we af. Draai ik hem om. En bind ik dit hier zo tegen de konijn. Eén slag en nu kan ik controleren hoe mijn vleugel zit. En nu zit hij ook gelijk al vast. 1, 2, 3, 4 slagen die kant op. Vouw hem om. Een paar keer met de vingers overheen strijken en dan zoekt hij zijn eigen weg wel. En ik heb hier mijn ondervleugel erin zitten. En wat je ziet is dat dat eentje is die nog niet helemaal 180 graden rond is. Dat wordt straks ook meer. Maar die wel rondomheen staat. Met de langste gedeeltes in de midden en boven. Dus ik wil een vleugel bouwen die ook rond is aan de tempeldop. Nou, nu kan ik daar een beetje glimplam in maken. Hadden we dat ook nog. Iets van angelhaarachtigs. Ja, dat zijn mooie zachte haarsoorten. Dus dat gaan we gebruiken. Want tempeldoos is ook prachtig mixmateriaal. En ik ga wat hardere glimmers aan de zijkant maken. Die hardere, dikkere glimmers. De zakje, die pak je op deze manier. Even hierin knippen. En je pakt er op die manier een aantal uit. Door je draad. Eén slag hier omheen. Voordat een beetje hertenharen langs te trekken. En die aan die kant aan de zijkant. Dan pak ik die samen en ik kijk ongeveer achterkant staartje. Schaartje erin. Iets verschillende lengtes maken. En daar overheen om te mixen met de vleugel. Angelhaar. Nou, dit hoef je helemaal niet uit het zakje te trekken, want je hebt er echt maar een paar van nodig. Dus 3, 4, 5 maximaal. Die zet ik bovenin. 1, 2 slagen. Eentje ervoor, eentje terug. Hier, gewoon in het veetje van de schaar trekken. En die heb je het materiaal erin gemixt. Dan kan ik dit even strakker afbinden. En nu pak ik deze veer. En die veer die ga ik twee keer gebruiken. In eerste instantie. Ga ik deze twee keer gebruiken? Nee, nog niet. Dan zet ik die hier vast. Twee keer eroverheen, een keer ervoor langs. De slag over 3, 4, 5. Meer heeft hij niet nodig. Gebruik deze slag hier. Op het moment dat ik hierbij ben, haal ik gewoon de rest van de fibers die ik gewoon niet wil gebruiken, haal ik er gewoon af. Zodat ik over blijf met een kale stem. Waarom kaal? Als er allerlei fibers tussen zitten, krijg je een veel te zware koppel. Ook hier geldt weer een paar millimeter laten staan daar in het afbinden. Dit is je basisvleugel. Daar wil ik wat langer materiaal overheen hebben.
zit hier. Kijk, hier heb je wat langer structuurmateriaal. Nou. Ik neem een bosje. Ik denk dat is wel aardig. Dit is te veel nog te gebruiken, er zit nog een stukje huid op, dat moet er even af. Schoonmaken. Maar dan pas krijg je een beeld van hoeveel materiaal het is. Weer in het midden vastpakken. In het midden weer naar boven trekken. Bij elkaar liggen. Nou, dat is wel een aardig stukje. Knip hem eraf. Draai hem naar boven, dus nu ligt de holle kant zo gecurved naar boven. Tegenovergesteld dat ik hem zo meteen wil hebben. Want ik bind er op de kop in. Ik laat daar zo 2, 3, 4 mm voor een beetje omhoog zitten. Draai hem om. Even je nagel erop. Een paar keer een stroop maken. En hij krult zich er zo weer omheen. Dat is de tweede vleugel. En ook hier zie je dat hij ook naar de zijkant toe uitwaait. Nou, je kunt ook weer een beetje glimvlam opzetten. Misschien is het wel aardig om wat... wat langer materiaal eroverheen te zetten, ook wat donkerder. Ja, zwart met een glimmertje. Aantal fibers bovenop. En die fibers die laat ik langer dan de wing, het haar. Ja, dus aan de uiterste kanten. En waarom is dat? Nou, de basis van die vleugel, zwart, heeft al zijn silhouet. Hier is het, zeg maar, glimmend zwart kunststof. Dat verlengt de glim, de beweging van de vleugel in het water. He, dus gewoon een, je verlengt het effect ervan door het iets, de glimmers iets langer te laten dan de vlieg. Dan zetten we er overheen. We zijn er bijna. Diegene die in slaap dreigt bijvoorbeeld. Een blauw veertje. Hebben we nog een groter of niet? Misschien iets moois. En je kunt je ook een dubbelkok opzetten. Dat laten we nu even achterwege. We gebruiken nu even dit. Guinea bij de punt inbindt. Naar achter slaan. Vastzetten. Even aan de onderkant weer het schaartje eroverheen. Fibers haaks trek. Dan ga ik die andere even fascineren. En in feite bind ik dit nu op de basis van de weggebonden vaste stak. Het is voor elkaar lang, niet over elkaar heen gaan met die guineas, want dat is dodelijk. Dan knalt het alle kanten op. Nou, als laatste zoek ik nog een stukje zacht haar, dat hoeft niet zo heel erg lang te zijn. Bijvoorbeeld dit.
dat trekken we weer even in tapse vorm. En dat is iets korter dan het andere soort haar. Er zijn ook lui die lang gaan. Maar als je dit iets korter houdt, krijg je iets mooier effect. Dat zetten we hier een keer voor. Waarom vind je die ook iets tegengesteld hebben dan? Omdat ik die kraakvorming steeds wil hebben. Ik geef gewoon meer actie. En ik krijg zo nog kleinere kopjes. Kijk wel, dit is mijn hele kop op de vlieg. Nu zit hij al, als ik hem nu afwikkel, zit die muur vast. Okay. Heb ik 1,5 mm gebruikt. Als je hem andersom bindt, heb je gewoon minimaal dubbele hoeveelheid. Ja. En normaal kan ik hier dan een hekkel overheen leggen ook. Maar je ziet ook, door die bindwijze, gaan die fibers al op 30 graden naar boven staan. Gaan iets hoger opstaan. Gaan hoger, dus je krijgt echt een groot volume vlieg met minimaal materiaal gebruikt. Want er zit echt maar een paar, hè, kijk zo meteen maar, er zitten maar een paar fibertjes materiaal. Snoepstreamers doe ik precies hetzelfde. Ja. Nou, als topping kun je van alles nog wat gebruiken. Ik zelf ben van de kunststof toppings. Die laat ik dan wel weer lang. En ik bind ook extra fles bovenin. Omdat ik nu in de vuist, achter de vuist zit en nog niet weet hoe de wateromstandigheden zijn. Bind ik wat extra in. Wat op een plek waar ik te makkelijk vanaf kan halen, waar ik ermee vis. Als ik dus denk van, nou ik heb te veel fles, het bovenste. Trek ik naar boven, geef een tikje aan, is weg. Want dit is de hele vlieg. En dat hangt af van van hoe ik me net voel. Als ik wel of geen sigaar heb gerookt, mijn vriendin gebeld heeft als ze chagrijnig is, hangt van allerlei dingen af. Er blijft bijna een fles over. Had je dat niet met de verwarming? Eerst flesje. Ik ga ook beter achterwege laten dan. Nee, maar dan ga je niet zo wat te trekken. Ja, 2 mm af en dan Albi, let je op. Niet eerst lakken. En dan gaan branden, want dan vliegt hij in de fik. Ja. Want de lak wordt dan. Ik vind het al jammer dat ik dit nog gaat zitten vertellen, Menno, want ik had nog wel een beetje. Willen doen, willen stunten. Ik had nog wel te laten. Nou, ik maak hem weer zwart met een draadje, hè, maar er mag ook een mooi rood kopje op. Wat je maar wil. Was deze al eerst of was die al eerst? Ik zal die andere maar pakken, Bennington. Je hebt er al wel op filmpje van gemaakt. Ja? Even een duik. Ik had je nog hoog in. Mijn hoog ingeschat? Dan ben jij de enige in deze hele wereld die mijn hoog ingeschat, jongen. We hebben een tempeldoor. Dat draait u net op. Bijna, hè? Ja.